Welkom bij de Sochi Olympics. Mijn naam is Jasper Demolin. En mijn naam is Tim Sanders. En we spelen vandaag de pijnlijke stilte. Ja, je kent het wel wanneer je iemand tegenkomt en gewoon niet meer weet wat je moet zeggen. Ja, dat heb je wel eens vaker, hè, Tim? Ik herken het wel. De strijd gaat vandaag tussen Daan Boom en Sybil Vliet. De tijd gaat pas lopen zodra beide personen stil zijn. We beginnen met Sybil. Mag ik wat vragen? Als het geen geld is. Nee, geen geld. En dan gaat hij. Hij heeft heel goed stil. Moet je nieuws verzinnen? 8 seconden en 89 honderdste. Ik ben op zoek naar het Centraal Museum. Weet je de Dom? De Dom, ja. Die onderdoor loopt, dan kom je op het Domplein. Dus als moet ik loop... Hij moet dit gesprek weer laten hier stilvallen. Wil hij verder gaan? Daar gaat hij. 1 seconde en 47 honderdste. Yo. Geen slecht begin voor Sybil Vliet. Geen slecht begin. Sorry, mag ik het daar gaan we met Daan Boom verder. Vraag dan. 2 seconden en 4 honderdste. Net iets over zijn eerste poging heen, maar het... Sorry, mag ik wat vragen? Daar gaat hij. Zij twijfelt nog even, heb ik het goed gehoord? Ja, hij is over zijn oude record heen. Ze wacht geduldig af. 13 seconden! En 94 honderdste, wat een goede score van Sybil Vliet. Net geen 14 seconden, maar een prachtige rol. Ja. Hij vindt het zelf ook erg moeilijk. En we gaan weer kijken naar Daan. Sorry. Hij laat gelijk de stilte vallen. Zij weet ook niet zo goed wat ze ermee aan moet. Wat is dat? Ja, wow. Nee, ik wil 8 seconden en 31 honderdste. En dan zit er gelijk weer voor. Ja? Ja, ze lacht er toch een beetje weg. Volledig erf. Ja. Die kant op. Ja, en hoe kom je hierop terug? Ja. Niet, helaas. Helaas, Daan Boom. Hij zal toch echt beter zijn best moeten gaan doen. Wil die Sybil Vliet gaan verslaan? Weet u... En Stijn gaat gebruik maken van handgebaren. Ja, hij heeft goed naar Irma Sluis gekeken hoe dit werkt. En hij zit op 12 seconden. Over zijn oude record heen. Blijf met gebaren. Oh, 17 seconden. 91 honderdste. Wat een score. Van Winkel. En hij gaat er gewoon weer voor. Gaat het hem lukken? Zijn oude record te verbeteren. Kijkt een beetje ernstig. Toch weer het gebaartje. Hij begrijpt er helemaal niks van. Bijna. 12 seconden en 47 honderdste. Nou, super. Dank u wel in ieder geval. En inderdaad een vriendelijk bedankje, want hij heeft een fantastische score gehaald. En we gaan kijken of Daan hier nog overheen kan. Hij zet hem gelijk in. Engels. Ze is Engels. Dat is goed. Dit kan hij in zijn voordeel gebruiken. Ze lacht lief, maar vindt het ook wel ergens ongemakkelijk. Ja, goed zo. Gaat hij over Stijn heen, is de vraag. Al over 14 seconden. Het gaat hem lukken! Oh! Okay. Ja! 22 Centraal Museum. Hoe doet hij het? Fantastische score van Daan Boom. En dit is vrij uniek. Follow the canals. Hij weet het zelf ook natuurlijk. Hij heeft het fantastisch gedaan, Daan Boom. Hij heeft zijn vriend toch nog verslagen. Yes. De terechte winnaar is natuurlijk Daan Boom. Ja, prachtig. Ja, dan weet je het. Dit was alweer de Sochi Olympics. En we gaan verder met de rest van Streetlab.